ben Annie Oteman en ik ben getrouwd met Kees. Kees Oteman en samen beheren we dit dorpshuis De Schallen. Er wordt heel veel gebruik van gemaakt door scholen, voor de gym en door verenigingen. En verder is onze hobby eigenlijk een beetje het organiseren van optredens. Zowel artiesten uit Nederland als uit Amerika, de zogenaamde Americana muziek. Ja, de laatste tijd ben ik eigenlijk helemaal in de thrillers beland. Vooral de Scandinavische thrillers. En ook omdat we met een groepje mensen daar vaak dezelfde boeken van gekocht hebben, we iets bedacht om wat samen te doen en dat dan van elkaar te lezen. Maar op een gegeven moment begonnen mensen hier allemaal boeken naartoe te brengen en hebben we nu een thrillerkast. Maar in de bibliotheek is natuurlijk nog veel meer te vinden hiervan. Ik ben gebruiker en lener van de bibliotheek. Ik ben al jarenlang lid en vroeger leende ik veel romans. Ook reisboeken of boeken over steden waar ik naartoe op vakantie ging. Ik ben ambassadeur geworden voor de West-Friese bibliotheken omdat ik lezen heel belangrijk vind. Ieder instituut dat lezen stimuleert, dat draag ik een heel warm hart toe. En daarom wilde ik dit heel graag doen. De bibliotheek en ik zeg ja. Want lezen kun je altijd en overal. Zegt u ook ja?